Het was al heel moeilijk om een meerderheid in de huidige raad te sluiten qua coalitie. Wat zijn de kansen van minderheidscoalitie? Nou ja, ik denk dat een minderheidscoalitie van deze vier partijen, die overblijven, hè, na het wegstappen van de ChristenUnie SGP, dat beter is voor Woerden dan het maken van een geheel nieuwe coalitie. En dat is omdat over dik een jaar alweer verkiezingen zijn. Dus je zit ook wel in een hele lastige tijd op dit moment om een hele nieuwe coalitie op te starten. We hebben een uitstekend coalitieprogramma, een uitstekend collegeprogramma ook, waar we nog een hele hoop in te doen hebben. En ik hoop gewoon dat we dat op een of andere manier, en die gesprekken gaan daar dan de komende weken over, af kunnen maken. U zegt mevrouw Van Noortel bij ons voor de camera vanavond, ja, een minderheidscoalitie van de huidige vier partijen heeft eigenlijk al de grootste kans van slagen. Ja, dat is een van de mogelijkheden die ik in de fractie inderdaad ook zal bespreken. Maar daar zit u niet bij? Nee, nou ja, op zich wel. Nee, dat ligt eraan. Vertel, er is al nieuws? Nee, absoluut geen nieuws. Maar kijk, als er een minderheidscollege komt, dat zou betekenen dat er ook altijd wel bij de andere partijen gekeken moet worden of dat ze ook steun geven. En stel dat komt, dan betekent het wel dat je ook je hebt geen akkoord meer, dus er zal nieuwe afspraken moeten komen. En die afspraken die daarin gemaakt worden, die zullen dan heel erg belangrijk zijn. Dus een minderheidscollege op deze niet doorgaan, dat lijkt me eigenlijk onmogelijk zonder nieuwe afspraken te maken. Daar is over gesproken, begrijp ik? Nee, daar gaat over gesproken worden de komende tijd, absoluut. Want we moesten eerst dit afwachten. Want in de politiek is niet alles zeker, ook de verwachtingen niet altijd zeker. Ik heb begrepen dat alle deuren openstaan voor een minderheidscoalitie, klopt dat? Weet ik niet, dat gaan we in januari gaan we dat uitvinden. Lijk ik op twee punten misschien anders geïnformeerd dan dat u het nu zegt? Ja, dat misschien moet je ook onderdeel worden van die coalitie. Dacht het niet. Ik denk dat het wel heel terecht is dat de heer De Weger ook aangeeft van ja, raad, u veroorzaakt een probleem. Gaat u dan ook maar eens nadenken over hoe u dat denkt op te lossen. En nou ja, dan is het in het heetst van de strijd soms niet verstandig om dan dezelfde avond vergaande consequenties te trekken als wethouder. Maar te zeggen van nou, denk er nog eens even over na als raad, ga eens met elkaar in gesprek. En koppel dat eens terug en nou, dan kan ik in die tussenliggende tijd er ook over nadenken. Maar heeft dat dan niets meer met het ideaalbeeld te maken? Gaat het dan wel weer om de partijpolitiek en de coalitiepolitiek? Collegepolitiek? Nee hoor, nee. In dat opzicht hebben wij dezelfde idealen. En nogmaals, daar zit geen enkele ruis tussen.